Zo zijn de paarden halverwege de laatste bocht. Nu pakt hij ietsje meer voorsprong. Floris Bolt in 1,5-2 lengte op Dylan Meadow. Maar die ben je niet zomaar kwijt. Daarachter proberen paarden mee te doen voor plaats 3. Misschien wel plaats 2. En zo zijn de deelnemers in de laatste rechte lijn. Favoriet makkelijk vooraan. Floris Baldwin. Dylan Meadow gaat het nog wel even proberen, maar loopt niet echt in. Canisarus Boko loopt een dijk van een koers naar die fout achter de auto. Die gaat naar plaats 2 op dit moment. Maar het is helemaal alleen. Floris Baldwin die gaat winnen. Dennis Winnema, Floris Baldwin die winnen. Canisarus Boko wordt tweede. Derde plek. Waarschijnlijk aan de buitenkant nog net voor cashflow. Dylan Meadow is dan vierde, maar dat kan ook nog net andersom zijn. De uitslag is officieel. Winnaar is geworden paard nummer 7. Floris Baldwin. Dennis Winnema. De tijd 1:19:07. Start tot finish. Het zag er bijzonder makkelijk uit. Het was ook bijzonder makkelijk. Ja, en toen Kilke probeerde binnen door te gaan, ja, de springt hij. Ja, dan heb ik eigenlijk, maar eerlijk gezegd, geen tegenstanders meer. Maar dat was de wijste. Dus dames en heren, gaan we een groot applaus geven aan deze Floris Baldwin, die hier de Denk Tank prijs wint in Groningen. Deze inmiddels vijfjarige zoon van Bas in de Brenk uit Tanja de Bruin, gefokt door meneer Ebbing, inmiddels eigenaar van Nettle Racing, getraind door Bas Krebels en is gereden door Dennis Minema. Geeft u een groot applaus. Start is gevallen. Kleine achterstand voor Canisarus Boko, wel in draf weg, maar niet mee in het duel om de leiding. Dat gaat voorlopig even tussen Eelke Kruis en Dennis Minema. Eelke heeft de kop met kolonel Nieuwpoort. Aan de buitenkant gaat Floris Baldwin hem nu voorbij. Floris Baldwin neemt de leiding over. Kolonel Nieuwpoort ligt tweede. Gil Schenke derde. De vierde plaats is voor Dylan Meadow. Eerste paard in de tweede spoor is Cashflow. Aan de binnenkant daarnaast ligt Bo Gaillard. En daarachter aangesloten Canisarus Boko. Zo gaan de paarden de rechterbocht door en daar is de leiding makkelijk in handen van Floris Baldwin. Floris Baldwin, zoals hij het liefste doet, van kop af op de tweede plaats daarachter kolonel Nieuwpoort. Daarachter op plaats 3 Gil Schenke en op de vierde plaats volgt Dylan Meadow. Vijfde kon nu ook in parkeren Cashflow, op de zesde plaats Bo Gaillard en zevende en laatste is Canisarus Boko. Tempo gaat nu ineens fors naar beneden, een harmonica effect in het veld, iedereen loopt bovenop elkaar. En we gingen ineens van 1.13 ongeveer naar 1.23. En Dennis Minema kijkt dus achterom. Er heeft weinig schade plaatsgevonden, maar dat had heel anders gekund. Floris Baldwin leidt. Floris Baldwin, kolonel Nieuwpoort. Daarachter is het Gil Schenke. Vierde plaats voor Dylan Meadow. Dan Cashflow, dan Bo Gaillard. En daarachter Canisarus Boko. Rustige fase in de koers. Deelnemers wandelen de linkerbocht door. En gaan zo meteen de rechte lijn voor de tribune weer in. Dan hebben we nog één ronde te gaan. En Floris Baldwin leidt. Floris Baldwin, daarachter kolonel Nieuwpoort. Dan Gil Schenke, daarachter Dylan Meadow, voormalig paard van Groningen. Peert van Omerloeks ligt op dit moment vierde. En daarachter volgen dan andere paarden, allemaal in de aangesloten volgorde. En het gaat voor de tribune langs nog altijd niet al te hoog tempo. Leiding in handen van Floris Baldwin. Floris Baldwin, kolonel Nieuwpoort, Gil Schenke. Daarachter op de vierde plaats gaat nu naar het tweede spoor Dylan Meadow. Dylan Meadow is de eerste die aanvalt. Cashflow gaat er meteen achteraan. Daar gaat ook Bogaya weer achteraan. En daar weer achteraan gaat ook naar het tweede spoor. Maar nu weer terug naar de binnenkant en nu weer naar de buitenkant. Canisarus Boko. Maar dan gaat de rechterbocht in. Voorlaatste bocht is dat. En dan gaat hij ook een kruis binnendoor bij de koploper. Dat kan hij beter niet doen. Daar is weinig plek en daar springt zijn paard ook. Kolonel Nieuwpoort maakt een fout. Floris Baldwin blijft aan kop. En kolonel Nieuwpoort is niet te zetten. Op nummer 6. Wachten de aanval binnendoor en dat is een fataal geworden. De tweede plaats is nu voor Dylan Meadow. Paarden de rechte lijn overzijde. Minema kijkt over de schouder. Ziet wat paarden komen aan de buitenzijde. En voorlopig is daar onder andere deelnemer bij die even niet meer helemaal doorzet. Dat was Cashflow. Die wordt nu binnendoor aangevallen en waarschijnlijk ook gepasseerd door Canisarus Boko. Helemaal aan de buitenkant gaat Bogaya proberen wat meters goed te maken. En zo zijn we alweer in de laatste 500 meter. Floris Baldwin leidt nog altijd makkelijk. Dylan Meadow ligt op zijn rug en aan de buitenkant is het Gil Schenke. En zo zijn de paarden halverwege de laatste bocht. Nu pakt hij ietsje meer voorsprong, Floris Baldwin. 1,5-2 lengte op Dylan Meadow, maar die ben je niet zomaar kwijt. Daarachter proberen paarden mee te doen voor plaats 3, misschien wel plaats 2. En zo zijn de deelnemers in de laatste rechte lijn. Favoriet makkelijk vooraan, Floris Baldwin. Dylan Meadow gaat het nog wel even proberen, maar loopt niet echt in. Canisarus Boko loopt een dijk van een koers naar die fout achter de auto. Die gaat naar plaats 2 op dit moment, maar het is helemaal alleen. Floris Baldwin die gaat winnen. Dennis Minema, Floris Baldwin die winnen. Canisarus Boko wordt tweede. Derde plek, waarschijnlijk aan de buitenkant nog net voor Cashflow. Dylan Meadow is dan vierde, maar dat kan ook nog net andersom zijn.